Hij was streng gelovig, zeer autoritair, een krachtig hoeder van een zedige moraal en bovenal minister-president van Nederland. Hendrikus Colijn, onze sterke man in de crisis van de jaren 30. Maar Colijn had op zijn minst één zwakke plek. Zo ontdekte Herman Langeveld in het tweede deel van zijn Colijn-biografie die overmorgen verschijnt. Een met mysteries omgeven vrouwengeschiedenis die hem binnen de regering korte tijd in moeilijkheden bracht. En daar krijgt u van ons vanavond de primeur van. Hoe de sterke man heel even dreigde te wankelen. Goedenavond. Voor we aan dat wankelen beginnen, eerst dat beeld van sterke man dat altijd aan Colijn is blijven kleven. Hij heeft 5 keer als premier een kabinet geleid en inderdaad, dat is niet mis. Maar al met al hebben die kabinetten niet meer dan 6 jaar geregeerd en dat is weer niet zoveel. Ruim 1 jaar per kabinet is zelfs heel weinig. Dat klinkt eigenlijk meer als gestuntel. Dus hoezo nou sterk? Het zat hem in de eerste plaats in Colijns persoonlijkheid en werkkracht. Die waren verpletterend. Hij was binnen zijn partij, de ARP, ook niet zomaar een lijsttrekker. Hij was de leider en belichaming van een beweging. Een toonbeeld van het meest trotse Hollandse Calvinisme. Daar kwam bij dat hij niet enkel hard kon werken, maar ook hard kon zijn. Als jong militair in Indië had hij er weinig moeite mee opstandige inlanders uit te laten moorden. Vrouwen en kinderen in kluis. Hij wendde zich daarbij wel af, zoals hij in een brief schreef, maar alleen om een pijp op te steken. U herinnert zich misschien nog de geschokte discussies over die passage uit het eerste deel van de biografie. Die combinatie van eigenschappen maakte Colijn tot de geboren leider van ons land in de jaren 30. Er was crisis, massawerkloosheid, onrust in de arme wijken, opkomend fascisme onder de kleine burgerij, een doorbraak van het fascisme over de grens in Duitsland. Je mag wel zeggen, ons land stond zwak. Zo zwak dat een andere premier wel 12 kabinetten had kunnen verslijten. Alleen een waarlijk sterke man, een schipper naast God, zou het schip van staat nog vol vertrouwen door de stormen van de tijd kunnen loodsen. Wacht nu maar rustig af. En laat uw vakantie, voor zover ge die in een of andere vorm genieten kunt, vooral niet in de war sturen door nieuwe zenuwachtigheid. Hij legt een buitengewone zelfverzekerdheid aan de dag. Hij is volledig van zichzelf overtuigd. En dat voelt zijn omgeving ook. Dat straalt hij ook uit. En dat maakt hem ook in die jaren 30 zo geschikt om die leidersrol in de Nederlandse politiek te vervullen. Men ziet, dit is een man die niet aan zichzelf twijfelt. Die niet bang is. Die volstrekt van zichzelf overtuigd is. En ja, daar zoekt men houvast bij. Je had in de Alexanderstraat had je een hoffotograaf, Ziegler. En die had steeds had maar 1 klein etalageraam, maar er kwam altijd een heel groot statieportret van koningin Wilhelmina. Dat was traditie, dat is in mijn jeugd nooit anders gezien. Dan, als je daar langskwam, zag je daar het jongste portret van de koningin. Dat mocht toen natuurlijk niet meer, dat moest weg op last van de... van de Duitsers. En wie kwam er toen in de plaats? Het groot portret van Colijn. Dus die nam de plaats in. Zo voelden wij dat. Hij is plaatsvervanger van Wilhelmina. Colijn kwam uit een boerengezin uit de Haarlemmermeer. En dat waren immigranten in de nog maar kort tevoren drooggevallen Haarlemmermeer rond 1850. En dat is een hele hechte geloofsgemeenschap van christelijk gereformeerden. Het waren welgestelde boeren. Het was dus een soort boerenaristocratie in de Haarlemmermeer. Hij is de oudste, dus hij is voorbestemd om dat boerenbedrijf over te nemen. En dat wil hij niet. Eigengereid als hij is, gaat Colijn het leger in en laat zich opleiden tot officier. Hij was erg verliefd geworden op zijn nichtje, Helena Groenenberg. En die wilde hem aanvankelijk niet trouwen, omdat hij tijdens een officiersopleiding in Kampen van het geloof der vaderen afgedwaald was. En dan komt het in Colijns leven tot een spectaculaire bekering, waarin hij dat orthodox-calvinistische geloof, waarin hij was opgevoed, weer omarmt. En daarmee komt dan ook de weg vrij voor dat huwelijk met Helena Groenenberg.
Als Colijn haar nog niet definitief gewonnen heeft, schrijft hij zoiets van... of we naar Indië zullen gaan, daar kunnen we nog wel over praten. Maar goed, als dan natuurlijk in kannen en kruiken is, dan schrijft hij zoiets... het was Gods wil dat je met me mee zou gaan naar Indië. Nou, zoiets. Dus zij gaat mee in 1893. Zeker. In Indië maak je een snelle carrière. Ja, over het algemeen verliepen carrières in het Indische leger... voorspoediger dan in het Nederlandse leger, want hier viel niet zoveel te doen. Dat heeft hij dan in een belangrijke mate te danken aan Van Heuts als gouverneur van Atjeh. Hij zit dan zelf ook in Atjeh en hij valt Van Heuts op als iemand die heel goed in die keiharde contra-guerrilla die er in Atjeh gevoerd wordt plaatsvindt. Maar daarnaast iemand die ook nog heel vaardig met de pen is. Er komt kritiek op dat beleid en dan speelt Colijn een hoofdrol als een soort rechterhand van Heuts in het verdedigen van dat beleid. Daar is hij veel beter in dan Van Heuts zelf. Hij komt met eer, roem en eer overladen uit Indië terug in 1909. Begint dan een korte politieke loopbaan. En dan wordt dat gevolgd door een loopbaan in het bedrijfsleven bij de Koninklijke Shell. Waarin hij gigantisch veel verdient. In toenmalige guldens 600 tot 900.000 per jaar, want het was een percentage van de winst. Nou, zeg maar 900.000 gulden, dat we dat met 20 moeten vermenigvuldigen, dan heb je 7, 8 miljoen euro. En dan is hij ook in 1922 financieel onafhankelijk. En dat betekent dat hij dan, als hij dan in de politiek terugkeert, en dat doet hij, dat hij zich nooit meer zorgen hoeft te maken, hou ik dit baantje wel of... Hij is financieel volstrekt onafhankelijk. Prachtige villa aan de Stadhouderslaan. Een particuliere chauffeur. Een hele grote auto. Een particuliere secretaris. Twee inwonende dienstboden. En een Engelse gezelschapsdame van zijn vrouw. Die haar ook haar Engels naar een hoger plan moet tillen. Dus het Engels beheerst ze dan wel. Maar het Duits bijvoorbeeld niet. In 1929 leek het er even op dat Colijn minister van Buitenlandse Zaken zou worden. Toen had hij daarover met zijn vrouw gesproken. En die moest toen vreselijk huilen. Want zij achtte zich absoluut niet in staat om te recipiëren. Hè. Als minister van Buitenlandse Zaken moet je dan de buitenlandse gasten bij je thuis ontvangen. En daar mee kunnen converseren en dat... mede daar, op grond daarvan zou Colijn dat niet gedaan hebben. Hij kwam iedere zondag met zijn vrouw, met andere mede-politici uit de AR-partij, aangewandeld naar de kerk. En dan nam hij plaats op de achterste bank, vergezeld van andere autoriteiten, zoals Donner, die was minister van Justitie, Van Dijk, minister van Oorlog, De Vries, minister van Financiën. Je zag aan hem, dit is een man die niet met zich laat spotten. En hij viel op. Ja. Dus te midden van alle grauwe muizen viel hij op als iemand die boven alles uitstak. Ja. Ik zing het liedje van verlangen. O, luister naar mijn smekend lied. Ik roep u hulp in voor de armen. O, bijgend hulp. U hoort toch niet, gij allen die nog leeft in deze, ik smeek aan u, verhoort mijn beet. En steunt het werk het nobele streven van het Haagse Christencomité. Die werklozen werden een absoluut een bestaansminimum gezet. En daar vloeit dan bijvoorbeeld ook het Jordaan-oproer van 1934 uit voort, als kabinet Colijn een nieuwe uitkeringsnormen vaststelt, waardoor die hele lage werkloosheidsuitkering nog eens fors wordt gekort. En dat leidt dan in Amsterdam in verschillende buurten tot opstandigheid, gevechten met de politie. De enige tank die wij rijk waren, die werd naar Amsterdam gedirigeerd met soldaten erbij.
En die reed daar door die straat en daar kon je verschillende foto's van in de kranten. En Colijn ging er zelf ook heen met Dekker. En ze lieten zich fotograferen, staan daarnaast die tank en met zijn andere militairen om zich heen. Om aan het publiek duidelijk te maken dat de regering staat die pal achter het gezag. Op zaterdagochtend spreekt hij dan met de burgemeester, met de hoofdcommissaris van politie. En het lijkt erop alsof hij hen eigenlijk om te beginnen in gebreken stelt dat ze niet nog harder opgetreden zijn. In een situatie waar dus al 6 doden gevallen zijn en vele tientallen gewonden. En dan gaat er een communiqué uit vanaf het hoofdbureau van politie naar alle politieposten dat iedere gewelddadigheid, ook het opbreken van straten of het vernielen van de straatverlichting met kracht tegengegaan moet worden. Desnoods ook door van vuurwapens gebruik te maken, want er mag geen enkele opstandigheid meer geduld worden. En ik zie in dat communiqué de hand van Colijn, de harde oud-militair die altijd gebleven is. Hard was Colijn ook in zijn verdediging van de Gouden Standaard. Tegenover iedere gulden moest een gulden aan goud in de kluis van de Nederlandse bank liggen. De meeste Europese landen hadden dat principe allang overboord gezet, maar voor Colijn was het heilig. Tot schade van de economie van ons land. Colijn continueert dat beleid, terwijl er toch vanaf 1933, het jaar dat hij zelf dan aan het bewind is, een beweging op gang begint te komen in Nederland. Van mensen die zeggen, dit is een heilloze weg. Ook Nederland moet die Gouden Standaard loslaten en moet devalueren. Maar zijn morele bezwaar tegen inflatie was, het is diefstal. Stel, je hebt geld gespaard, je hebt 100 schulpjes per een boekje staan. En het is ineens van de ene op de andere dag maar 90 waard, of misschien nog minder. Dat is echt wel roof. En zo zag hij dat. Hij zegt, dat mogen we niet doen. Bijna iedere partij kent voor- en tegenstanders van devaluatie. En het probleem is ook dat het voor politieke partijen heel moeilijk is om zich voor devaluatie uit te spreken. Want dan zou daarmee deze politieke partij de speculatie tegen de gulden als het ware op gang brengen. En kon aan zo'n partij het verwijt van onvaderlandslievendheid gemaakt worden. Namelijk handelend tegen de nationale munt in. Colijn had vanuit zijn bijzondere verantwoordelijkheid als minister-president het voordeel van een sterke nationale munt moeten afwegen tegen nadelen die voortvloeiden uit die handhaving van de Gouden Standaard. En ik kom die nuchtere afweging eigenlijk niet bij hem tegen. Omdat hij eigenlijk de monetaire en economische problematiek van die periode benaderde vanuit een bankiersperspectief. Hij was geen bankier, maar hij dacht als een bankier. Een bankiersperspectief, een op zijn minst eenzijdig perspectief. En dat verraadt dat er een keerzijde zat aan de positie van Colijn. Hij mocht dan sterk zijn, hij was vaak ook star. Hij bracht een zekere rust in het land, maar dat was niet per se hetzelfde als een effectief beleid. Je zou dan denken dat er in de politiek steeds meer verzet kwam tegen zijn beleid. En in de wandelgangen werd er inderdaad wat afgemord, ook binnen de regeringscoalitie. Maar veel daarvan bleef binnenskamers, want men was het in de coalitie door de bank genomen wel eens dat ons land een sterke man nodig had. En dat er voor die rol maar één geheide kandidaat bestond. En dat bevestigt eens te meer hoe sterk Colijn stond. Hij was met politieke argumenten eigenlijk niet weg te krijgen. Hij hield de politiek zo ongeveer in gijzeling. Waarmee er nog maar één manier overbleef om hem wel weg te krijgen voor wie het toch wilde proberen. Niet politieke argumenten, argumenten onder de gordel. In de loop van 1936 gingen radicale geesten bij de sterke man op zoek naar een mogelijke zwakke plek. In de troonrede van dit jaar wijst Hare Majesteit de Koningin op de noodzakelijkheid van versterking van de eendracht des volks. Kijk, niet iedereen was fan van Colijn, met name natuurlijk aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Socialisten, om over de communisten nog maar niet te spreken, waren scherpe tegenstanders, felle tegenstanders van Colijn te vinden. En vanuit de tegenstanders van handhaven van de Gouden Standaard is uiteindelijk de aanval op Colijn gekomen die hem in 1936 op de rand van zijn aftreden heeft gebracht. En waar bestond die aanval uit? Die bestond uit een soort intrige. En de leidende figuur in die intrige was een
vroegere medestander, nou vroegere bewonderaar van Colijn kunnen we misschien het beste zeggen, jonkheer Robert Groenings van Zoelen. Groenings van Zoelen is een verklaard tegenstander van handhaven van de Gouden Standaard. Die wil devalueren. Dus. Wil devalueren en wordt daarin gesteund door Deterding. En Deterding is natuurlijk heel opmerkelijk, omdat Deterding de man geweest is die in 1914 Colijn bij de Koninklijke Shell binnengehaald heeft. En gedurende die 8 jaar dat Colijn directeur bij de Shell geweest is, ook nauw met hem samengewerkt heeft. Uiteindelijk, als ze niet erin geslaagd zijn om op andere wijze Colijn in het nauw te drijven, besluiten om een soort laatste troef uit te spelen. En die bestaat dan in het verhaal dat Colijn er een buitenechtelijke relatie op na zou houden met een ongeveer 35-jarige Duitse vrouw, ongehuwde vrouw, Hella Schulz. Een stiefzoon van Hella Schulz, Kurt Lehnen, woont in Buenos Aires, Argentinië. Zijn vader, Vincent, verliet zijn gezin voor Hella en ging met haar naar Zuid-Amerika. Acá está Hella en Mar del Plata en la confitería París. Como siempre, muy elegante. Mi abuela hubiera dicho, esa es una atoganta. O en alemán se dice Hochstapler. Hochstapler, uno que no sé en castellano cómo es. No, que vive... Estafadora, tipo estafadora, sí. Porque hacía estafas. Era atractiva, era muy atropelladora, sí. A mí me daba vergüenza, por ejemplo, iba en la, una vez fui con ella en una cedería. Se hizo bajar de este, bájame este. No, el otro también. Bájame el otro. Al final el pobre tipo tenía todo, después dice, no me gusta ninguno. Y bueno, así. Hella heeft in Berlijn gewoond. Haar moeder is rond 1926 vanaf het platteland, Duits platteland, naar Berlijn getrokken met haar dochter en haar zoon, Hella en Willy. En is een pension begonnen aan de Victoria Louise Platz in Berlijn. Berlijn is de. Ahí lo tengo, podemos mirar. Teníamos una casa enorme de 10 habitaciones. Y... Y parecía que había mucha plata. En Kaiser Allee es 62. We kennen met zekerheid de naam van een van haar pensiongasten, Samuel Wilder, die we veel beter kennen als Billy Wilder, een van de grootste Hollywood-regisseurs van de 20e eeuw. En die is 1,5 jaar lang in pension geweest bij de moeder van Hella. In een tijd dat ook Hella daar woonde. Want in een terugblik op zijn leven van rond 1990 heeft Billy Wilder iets over Hella verteld. Hella was verloofd met een caféhouder, een zekere Heinz. Maar tegelijkertijd ontving zij op haar kamer, grenzend aan die van Billy Wilder, ander herenbezoek. Nou, dat, ja, dat is natuurlijk... En niet voor een kopje thee. En niet voor een kopje thee. Nee, zeker. ¿Cómo lo conoció su papá? De lo que sé, en un presebal en Berlín, la conoció ahí, que ella había sido actriz del cine mudo, y se llamaba Hella York. Y hizo alguna película, pero no pasó mucho. Colijn en Hella hadden elkaar in Berlijn ontmoet en hadden in Berlijn een relatie waren een relatie aangegaan. Colijn y Hella, ¿lo sabe? Eso sí que no sé, pero me parece que también era en algún acontecimiento en Alemania en un baile o no sé qué alguna cosa en Alemania. En Berlín. En Berlín, sí. Supone. Sí, sí. ¿Y qué acontecimiento? ¿Un baile? A lo mejor era este presebal, no lo sé. Ja, dat is een hele knappe en aantrekkelijke vrouw. Een vrouw van de wereld. En je kunt je voorstellen dat
Colijn daar wel gevoelig voor was. Niet, ik bedoel nu niet onmiddellijk in seksueel opzicht, maar je ziet wel dat Colijn vrouwen die zich op maatschappelijk terrein begeven spannend vindt. Zo heel anders dan zijn eigen vrouwen. Yo tenía 5 años, algo así, en el año 33. ¿Por qué? Porque él había hecho negocios con negociantes judíos. Y entonces, aparte tenía esta affair con Hela, bueno, y bueno, se fue con ella. Samen met Vincent Lenen neemt zij eind 1933, 1934 de wijk uit Duitsland. Vino la Gestapo, dos veces vino la Gestapo. Yo lo sé esto porque, a pesar que yo era chiquito, pero después hablaba siempre de esto. Ze waren naar Nederland gegaan om de Nederlandse minister met wie ze in Berlijn in aanraking gekomen was, maar eens even een flink bedrag af te zetten. Afpersing. Afpersing. Chantagista. Een chantage, sí. Sí, porque con ser ya la amante de un primer ministro ya es una cosa, podría ser orgullosa toda la vida, vamos a decir, yo fui amante. Podría decir a su hijo, su nieto o a alguien. Pero después sacar la plata ya es diferente. Me imagino que Colijn no sabía de mi padre. Pero sí me parece que mi padre sabía de Colijn. Porque según tengo entendido del hermano de Hela y de la madre de Hela, Colijn se tuvo que poner, porque Hela era muy brava y le habrá dicho, mira, yo tengo que irme de Alemania y necesito algo. Y una vez Willy, el hermano, me dijo, era mucha plata, acá podrían haber hecho mucho, hubieran comprado una estancia. In 35 wonen en Hela's moeder en Hela zelf en Wilhelm, Willy, haar halfbroer, wonen alle drie in Nederland. En die worden financieel door Colijn ondersteund. En daar komt Groenings van Zoelen achter. En Groenings van Zoelen grijpt dat aan als een laatste mogelijkheid om Colijn ten val te brengen en daarmee de gouden standaard te doen vallen. Die affaire loopt hoog op. In die zin dat de officier van justitie de minister van justitie op de hoogte stelt. En zo komt het in de ministerraad ter sprake. En dan worden de discussies gevoerd in de ministerraad of Colijn vanwege deze affaire wel of niet moet aftreden. Minister van Buitenlandse Zaken Jonkheer de Graaf schrijft aan een vriend: de katholieke fractieleider van Schaik ijverde er zeer voor dat Colijn aanstonds ontslag zou nemen. Enkele anderen vielen hem bij. Maar tenslotte werd toch mijn advies gevolgd dat Colijn voorlopig niets spontaan zou doen. Ook Oud, de minister van Financiën, die aanvankelijk weifelde, was het tenslotte daarmee eens. Besloten wordt dat Colijn een gesprek met de koningin Wilhelmina zal aanvragen. Daar stelt hij ook een uitvoerige nota voor op. Hij zegt daar in die nota voor de koningin dat hij voor de moeder de huishuur betaalde en dat hij voor de zoon weer iets anders deed. En uiteindelijk zegt Colijn dan dat hij zich borg gesteld heeft voor een groot bedrag aan Hela. Dat schrijft hij ook aan de koningin. Een bedrag van 2000 pond, Britse pond. Maar Hela moest weg. Hela moest weg. Dat is de veel waarschijnlijker achtergrond van deze zeer grote donatie van Colijn aan Hela, 2000 Britse pond, dat was toen 15.000 gulden. Dat moeten we makkelijk met 10 vermenigvuldigen. Dus het was sowieso 150.000 gulden en meer. Cuando cuando entraba el dinero, en vez de guardarlo y hacer algo más, Hela se fue a París y Alemania y hizo viajes y cuando volvió otra vez no tenía nada. Wilhelmina zei, ach, ik zou me hier maar niet zo druk over maken. Ik vind het in ieder geval geen punt waarom je zou moeten aftreden. Let wel, op basis van Colijns nadrukkelijke ontkenning dat het een buitenechtelijke relatie zou zijn. Het enige wat Colijn dus toegeeft is dat hij in contact getreden is met een vrouw die naar achteraf gebleken is zijn vertrouwen niet waard geweest was, omdat het een
ja, een vrouw uit een verkeerd milieu was. Maar Colijn vertelt de koningin niet de waarheid. Tenminste, als we de Duitse Sicherheitsdienst mogen geloven. Die noteerde in het dossier dat ze in de jaren 30 van Colijn aanlegde dat hij in Berlijn een dirne onderhield. Een snolletje. De pers schaart zich bijna en blok achter Colijn. En heel belangrijk is de Telegraaf steunde Colijn door dik en dun. Zelfcensuur zou je het kunnen noemen van de kant van de Nederlandse kranten. En die zelfcensuur staat in opvallend contrast met de berichtgeving in ieder geval één Britse krant, Daily Express. Die bericht dan eind juni met als kop Dutch Premier in Scandal over a Girl, met een grote kop op de eerste pagina. En dus, dat is in Nederland niet gebeurd? Dat is in Nederland absoluut niet gebeurd. Behalve die hele kleine, extreme fascistische blaadjes die deze affaire aangrijpen om een poging te doen om Colijn ten val te brengen. Hele kleine fascistische blaadjes, die probeerden het met het zwart front van Arnold Meijer voorop. En als ze daarmee niets anders dan diepe stilte oogsten, proberen ze het vuur nog hoger op te stoken. Wie durft ons voor de rechtbank te dagen om de waarheid deze feiten te bewijzen? Nogmaals, mijn heren, ik verlang ernaar in staat van beschuldiging gesteld te worden als lasteraar over Colijn, opdat ik in de gelegenheid gesteld worde de waarheid van de in zwart front gepubliceerde feiten voor een officiële instantie te bewijzen. Maar het mocht niet baten. Ook justitie hield zich stil, loyaal aan de premier. En de premier regeerde nog 3 jaar door, tot in 1939. Wat niet wegnam dat de tegenstanders van Colijn nog maar een paar maanden na hun aanval op één punt hun zin kregen. Al was dat niet aan hen te danken. De premier verliet de Gouden Standaard, omdat Nederland het laatste land geworden was dat zich daar nog aan hield. En het idee ervan eenvoudigweg onhoudbaar werd. Internationale druk dus. Daar was zelfs de sterke man niet tegen opgewassen. Dat was het voor vandaag. Allemaal naar aanleiding van het tweede deel van de biografie die overmorgen verschijnt. Volgende week gaan we naar Rwanda, waar 10 jaar geleden de slagpartijen tussen Hutus en Tutsis begonnen. We kijken daarop terug met Nederlanders die getuigen waren. Hoe het begon met een avondklok, hoe de kinderen op school vervolgens les kregen in landmijnherkenning en hoe het bloedbad tenslotte niet meer af te wenden was. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze.